Maar ik kan natuurlijk 's nachts beneden pas zien. Maar ik ga dus kijken of ik met deze borstel, met de Glam Brush, echt een stuk zo van mijn haar afgebroken. We lopen in het park. En we zijn niet de enige die het bedacht heeft. Het is echt drukker dan ik hier ooit gezien heb. We zijn weer buiten. We hebben een slee kunnen scoren. Het is zondagochtend en de laatste lockdown-ochtenddag van school dan. En ik kan al zien vanuit mijn bed, het heeft heel hard gesneeuwd. Want het is echt een pak op het slaapkamerraam. Maar ik kan natuurlijk 's nachts beneden pas zien hoe dik dat pak is, want hier kan ik echt niks van maken. Het zal er eigenlijk wel afgaan, want de verwarming smelt natuurlijk al weg. Sarah en Marcus zijn net al naar beneden gegaan. En ik lag nog heel even wakker te worden. En ik ga ook naar beneden. En dan gaan we daar ook wel eens even kijken naar die sneeuw. Wij ontbijten lekker croissantjes met borstjes erin. En ik heb slijm gekregen. Wow. Het is echt heel makkelijk te kneden. Ja, echt hè? Hey, slijmdame. Ja, wat is er? Slijmmeisje. Slijmbal. Ja. Je bent een slijmbal. Slijmbal. Slijmbal, oké. Slijmbal. Ja. Ik heb net gedoucht. En mijn haar gewassen. Ik heb trouwens een rare outfit aan. Maar ik heb een top aan en een sportlegging. Want hier trek ik mijn andere kerels over aan. Maar ik ga dus kijken of ik met deze borstel, met de Glam Brush, mijn haar tegelijk kan stylen en drogen, of dat goed gaat. Dus die is nu aan het opwarmen. Dan ga ik me even verder aankleden. En dan ga ik dat eens uittesten. Zo, dit is wel... Er zit allemaal witte veeg op. Van de was. Ik weet niet wat dat is. Ik zag dat vorige keer ook al in een broek. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga eens kijken. Normaal hou ik niet van om dat al wat aan mijn haar te doen. Maar het vriest hard buiten. Dus ja, ik wil ook niet met nat haar naar buiten, want dan is mijn haar helemaal bevroren. Dus ik moet ook echt wat aan mijn huid nog doen. Want mijn huid is echt verschrikkelijk. Nou, even snel mijn haar. Maar of het echt werkt? Nou, het wordt niet echt heel droog. Maar het is wel redelijk stijl, dus ik laat de rest maar in de lucht drogen. Want anders ben ik nog 3 uur bezig. En nu ga ik even hier wat aan doen. Make-up zit weer op. Ik voel me altijd zoveel meer mens dan. En ik heb deze trui aan van Naked Broek Levi's. En ik heb mijn Moschino sneeuwboots aan vandaag. Geen sieraden expres gedaan. Oh, en ik moet nog even een muts pakken of iets. Want het sneeuwt nog best hard. Waar ligt die ding ook weer? Ik gebruik echt bijna nooit mutsen. Dus dat zal het wel zoeken. En een sjaal. Die neem ik ook mee, want het is echt koud. En dan denk je wel, maar is het aangesteld, maar de rest komt er toch onder vandaan. En als het nat is, heb ik wel eens gehad, was het zo koud en mijn haar was nog nat. Heb ik echt een stuk zo van mijn haar afgebroken. Dus dat echt nooit meer. Dus het is over 5 minuten droog genoeg. We lopen in het park. En we zijn niet de enige die het bedacht heeft. Het is echt drukker dan ik hier ooit gezien heb. En nou, oh, die sneeuw omhoog. Maar verder is het wel echt leuk. Het is zo mooi. En Sarah, vindt het ook mooi? Sarah vindt het koud. Die is niks gewend. Het is toch anders dan hoe wij het deden, hè, vroeger. Dan was het gewoon warm aankleden en heel dag buiten spelen of zo. En wij liepen over de sloten en alles. Sarah zei echt binnen 5 minuten al, het is koud, ik wil naar huis.
We zijn weer thuis, want Sarah trok het niet. En we zijn Mario Kart aan het spelen en we hebben thee, hè, lekker, om op te warmen. En Sarah heeft een appeltje en ik heb geroosterd brood. Wat dus, het vies vindt. Ja, je vindt en stinken. Het stinkt. Ja, ik kan blij zijn dat papa die ene tosti niet heeft gemaakt, want die vinden we allebei echt nog veel erger stinken, toch? Kijk Sarah, wat hebben we voor jou? Net gehaald. Ben je er blij mee? Ja. Dan moet je over de ijzertjes. Doe ze maar naar voren. Even goed vasthouden. Je krijgt even een klein rukje als je getrokken wordt, zie je? Woe! We zijn weer buiten. We hebben een slee kunnen scoren. Dus, nu wilde Sarah wel weer mee. Dan gaan we nog even sleeën in het park. Voordat we moeten gaan koken. Het is nog kouder nu echt. Normaal is het middags warmer, maar vandaag is niks minder waar. We zijn weer enigszins opgewarmd en Sarah is even in bad nu, want ik kan ze even verder opwarmen. Ik ben lekker risotto aan het maken, al heb ik echt eigenlijk heel erg trek in stamppot andijvie met spekjes. Maar ja, ik heb natuurlijk mijn boodschappen al eerder besteld, dus ik moet het hiermee doen en dit is ook gewoon lekker. Alleen ik heb er gewoon geen trek in eigenlijk nu. Maar ja. Dus ik ga lekker koken. Alles is al voorgesneden, hè? Van Marco heeft de groente gedaan, ik heb het vlees gedaan. En we hebben er allemaal gezin in. Ik moet zeggen, soms doen we het met staafmixer. We hebben zo'n bakje bij. Ik gooi alles in de vaatwasser, maar dit gaat niet, want hier gaat vocht tussen zitten. Dus deze heb ik net met de hand even goed schoongemaakt. Ho, ho, maar ik heb wel honger. Sarah is wel lekker in een pyjamaatje. Nog even. Je had wel trek in de risotto, hè? Oh, je wil je kaashoek. Je strooikaas. Is het lekker? Ja. Ja. En je bent ook klaar voor bed eigenlijk zo. Nee. Ja, tandjes poetsen en zo, maar je bent al in je pyjama. Zo, we hebben gegeten. Het was heerlijk. Lekker risotto gegeten. Papa zit nu mijn kind even te letten. Van, ja, en mama zit even op het toilet. Ik ben even lekker aan het vloggen, zoals jullie wel door hebben dan. Even het licht aan zetten. Wij hebben net Shockingly Evil Extreme... Nee, wat was het nou? Ik vergeet die naam. Oké, Marco onthoudt het ook niet. Shockingly Evil... En Vaal of zo gekeken. Oftewel, in ieder geval de film over Ted Bundy. Het was echt een goede film. Zac Efron heeft die rol echt goed gespeeld. Ik vind hem al wat ouder, maar ik had hem nog nooit gezien. En ik vond hem goed. Ik zou wel te denken dat we echt gisteren de Zodiac kijken. En vandaag de Ted Bundy. Dus we zitten helemaal in serie-moordenaarland. Maar goed, het was een goede film, goed gespeeld. Je zag later ook stukjes... uit het echte leven, zeg maar, gefilmd waren. En dan zag je echt hoe goed bepaalde dingen geacteerd waren. En echt tot op woord precies hetzelfde gedaan. En is natuurlijk ook dat ze hebben ingeschat, omdat ze dat niet specifiek wisten. Maar ik vond het wel een hele goede weergave. Dus ik ben nu thee aan het zetten. Vaatwas klaar. Dus ik denk, dan haal ik vast een stukje leeg. En ik moet gaan editen. Gisteren ook al niet gedaan. Want we hebben een hele lange film gekeken. Dus in ieder geval, ik heb een heel klein stukje had ik hem erin gezet. En was ik begonnen, maar ik heb dat nooit afgemaakt. En ik wil echt op tijd naar bed. Want Sarah is morgen wel school. In ieder geval, zover ik weet, staat het nu op de planning. Ik weet dat heel veel scholen dicht zijn onder sneeuw. Maar we hadden eerder bericht gekregen dat op dat moment het nog bleek dat in ieder geval de school open zou zijn. Dat misschien bepaalde leerkrachten, maar dat zouden ze morgen in de ochtend vroeg laten weten, het te gevaarlijk vinden om te komen als ze toch van ver moeten komen.
dat als je zelf verder woont en het te gevaarlijk is, dan kan je dat ook gewoon laten weten. Dus dan ben je niet verplicht de trip te maken. Maar ja, wij wonen niet zo ver van school, dus dat gaat bij ons niet op. Dus alleen als haar juf af zou zeggen, dan gaat het niet door. Maar ik hoop zo dat het wel doorgaat, want die kinderen zitten zo op te wachten. En ze hebben natuurlijk al zo verschrikkelijk veel school gemist. Eerst is natuurlijk bijna 2 maanden dicht geweest. Toen gingen ze om de dag heel lang naar school. Dus ja, dan missen ze ook heel veel. Hebben ze ook heel veel thuis. Nou, we hebben natuurlijk ook nog de zomervakantie gehad. Toen zijn ze wel naar school geweest. Nou, daarna weer nu 2 maanden eigenlijk geen school. Wel de kerstvakantie ertussen. Maar toch 2 maanden niks. Dus ja, kinderen missen gewoon zoveel in hun ontwikkeling daarin. Nou heeft ze nog wel het geluk dat ze vriendjes en vriendinnetjes hier heeft. En dat ze ook Mila heel veel heeft gezien en zo. Maar toch, ze hebben elkaar gewoon echt nodig. Dus ik hoop zo dat ik niet morgen een bericht krijg dat ze toch dicht zijn. Dat zou ik echt, echt erg vinden. Ik heb net trouwens een bakje met water op de verwarming gezet. Ik merkte de laatste paar dagen dat ik echt heel erg last van mijn ogen elke keer had. Dat die heel zwaar aanvoelde en dat ik me soms niet echt, ik moet zeggen, een beetje loom voelde. En dat kan dus als je lucht te droog is in huis, dat dat daar heel erg op gaat doorwerken. En ik heb het gevoel dat het werkt. Misschien is dat een placebo effect nog, maar misschien dat het wel echt werkt. Want ik heb geen last meer van mijn ogen. En ook elke keer als ik naar buiten was, net als vandaag heel veel, dan had ik nergens last van. En dan kwam ik weer binnen. En echt na, weet ik veel, 10 minuten tot een half uur, had ik er dan weer last van. Dus het lag wel echt elke keer aan binnen zijn. Dus ik hoop dat dit de oplossing is. En ik hoop als er meer mensen last van hebben, dat dit de gouden tip is. De film heet trouwens Extremely Wicked, Shockingly Evil en Vile. Ik ben mijn avondsnack aan het maken. Rijstwafels met BioPlus pindakaas. En dan heel dik erop. Oh, dit is echt zo verschrikkelijk. Lekker! Ik ben niet helemaal klaar met editen. Ik heb wel een stukje gedaan. Ik heb de vaatwasser niet meer uitgeruimd. Ik heb allemaal dingen niet meer gedaan. Maar ik heb wel opgeruimd. En ik ga op tijd mijn bed in. Het is 11:55, dus ik vind het goed. Maar morgen natuurlijk weer vroeg op. Ik heb ook 4 wekkers gezet. Die allemaal nog meerdere keren gaan als ik uitdruk. Want ik ben zo bang om te gaan verslapen. Maar vorige keer dat we ook in deze situatie zaten, deed ik dat niet op maandag, maar op dinsdag. Dus op dinsdag, morgen ga ik echt, weet ik voor hoeveel wekkers zetten. Dat gaat me gewoon niet weer gebeuren. Maar ik ga in ieder geval nu op tijd slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!